Hey toppers van SO3, nou daar gaan we weer. Nou, laten we maar gewoon beginnen met het beginlied, hè. Zing maar lekker met mij mee. En we zijn hier met z'n allen bij elkaar. Jongens, meiden, instrumenten liggen klaar. We gaan spelen, dansen, zingen en ook een beetje swingen. Want muziek maken, dat doen we met elkaar. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, aja, jippie, aja, jippie, jippie, jé. Ging het goed? Ik weet of jullie al klapten, jongens en meiden. Maar we hebben het nu in ieder geval gezegd. En als je het dan niet deed, mag je er nu bij klappen. Dus dan zeg je niet alleen hiep hoi, maar je klapt er ook bij zo'n hiep hoi. En we zijn hier met z'n allen bij elkaar. Jongens, meiden, instrumenten liggen klaar. We gaan spelen, dansen, zingen. En ook een beetje swingen. Van muziek maken, dat doen we met elkaar. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, aja, jippie, aja, jippie, jippie, jé. Oké dan, ga nu achter je stoel staan. En nu doen we hem nog voor de laatste keer. Dan zeg je hiep hoi, dan klap je hiep hoi. En je springt, dus je krijgt hiep hoi. Staan we klaar? Daar gaan we. En we zijn hier met z'n allen bij elkaar. Jongens, meiden, instrumenten liggen klaar. We gaan spelen, dansen, zingen. En ook een beetje swingen. Want muziek maken, dat doen we met elkaar. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, jippie, jé. Zing ik aja, jippie, aja, jippie, aja, jippie, jippie, jé. Oké dan, lekker bezig jongens en meiden. Nou, gaan we lekker zitten op je plek. Want dan gaan we eerst eens even zingen. Kijken of dat lukt. Want we hadden dit liedje gedaan volgens mij, hè. Doe 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 doe. Ja, welke was dat? Zing er maar mee. Met welk gaan we er beginnen? Zullen we beginnen met de olifant? Komt ie aan. Een paar uur geleden heeft hij hier gelopen. Met grote zware passen, of is hij langs gekropen? We tellen alle passen en we volgen het spoor. Dit is vast een olifant, want in de verte hoor ik. Nou maak je slurf. En maak even het geluid van een olifant. Komt ie aan. Zijn jullie gestopt? Gaan we nog een keer proberen. Maak het geluid van de olifant met je slurf. Nog één keer. Een hele zachte olifant. Oké dan. Zing je weer mee. Ik laat af en toe een woord weg. En nu komt de leeuw, hè? Een paar uur geleden heeft hij hier ge... Grote zware passen, of is hij langs ge? We tellen alle passen en we volgen het. Dit is vast een leeuw, want in de verte hoor ik. Waah, waah. Keurig. Dan kan je met die poten voor je. Waah. Laat hem maar horen. Waah. Een hele zachte leeuw. Oké dan, er komt de laatste. Wat was dat? Ja, de slang. Een paar uur geleden heeft hij hier gelopen. Met grote zware passen, of is hij langs gekropen? We tellen alle passen en we volgen het. Dit is vast een... In de verte hoor ik... Thank you.
Ah, jongens, ik ben zo benieuwd wat er uitziet in de klas. En ik hoop dat het nog een beetje rustig is voor je van en Mirjam. Zou dat natuurlijk wel fijn zijn. En we hadden ook nog, en met de instrumenten hebben we dit lied ook gedaan. Die gaan we eerst even zingen en daarna kunnen jullie mij even op pauze zetten. En dan kunnen jullie op het bord eventjes kijken. Het filmpje. Dan kun je nog lekker even meeklappen met de bolletjes, de witte bolletjes, weet je wel. En misschien kun je ook nog even de instrumenten pakken, maar het hoeft helemaal niet. Je kunt ook gewoon lekker klappen. Maar we gaan eerst nog even zingen. Kijk of jullie nog weten. We hebben ritme, dat kun je horen. Want we zingen en we swingen in de klas. We hebben ritme, knoop het in je oren. Deze ritme, instrumenten komen echt van pas. We hebben, dat kun je. Want we zingen en we swingen in de klas. Deze ritme, instrumenten komen. Zing maar even na. We hebben ritme. Jullie? Niet meer. Dat kun je horen. Want we zingen en we swingen in de klas. Want we zingen en we swingen in de klas. We hebben ritme. Jullie? Knoop het in je oren. Laatste keer samen. We hebben ritme, dat kun je. Want we zingen en we swingen in de. We hebben ritme, knoop het in je. Deze ritme, instrumenten komen. Ik ben heel benieuwd, jongens, hoe het klinkt. Ik kom de volgende keer even goed luisteren, hoe het is gegaan, hè. Je kunt me nu even uitzetten. En dan kan je juf Annemarie op Teams kan je even het mapje onderbouw openen. Dan kan je We hebben ritme aanklikken. En dan kun je hem nog even een keer doen met het filmpje. Dat zou wel leuk zijn. Ook, ik zie een spoor staat erop. Dus ik zou jullie ook nog even kunnen kijken. Dus heb even pauze en doe dat eventjes tussendoor. En dan ga ik nu met jullie het laatste liedje zingen. Ja, ga maar staan. Schuif je stoel maar aan. En daar gaan we dan. Wie niet lopen wil, wie niet lopen wil, doet zijn handen. Allemaal gelukt, jongens. Ik kan het niet zien, hè, maar ik hoop dat het goed gaat daar. Als het nou een beetje mislukt, hè, en je hebt je handen bijvoorbeeld hier op je knieën of zo, dan moet je even een rondje op je stoel zitten. Dus luister goed. Wie niet lopen wil, wie niet lopen wil, doet zijn handen op zijn tenen. Wie niet springen wil, wie niet springen wil, doet zijn handen op zijn neus. Wie niet springen wil, wie niet springen wil, doet zijn handen op zijn knieën. Wie niet hinkelen wil, wie niet hinkelen wil, blijft nu stilstaan op één been. Oeh, dit kan iemand, jongens. Blijf stilstaan. Wie niet hinkelen wil, wie niet hinkelen wil, blijft nu stilstaan op één been. Ja, nee, ik zou je niet te lang laten staan, jongens. Dat is ook niet leuk eigenlijk, hè. Wie niet loopt op zijn tenen, op zijn tenen, op zijn tenen, staat stil. Wie niet vliegen wil, wie niet vliegen wil, wie niet vliegen wil, storm. Wie niet rustig op zijn stoel gaat zitten, op zijn stoel gaat zitten, op zijn stoel gaat zitten, zit stil. Wie niet rustig op zijn stoel gaat zitten, op zijn stoel gaat zitten, op zijn stoel gaat zitten, zit stil. Lieve jongens en meiden, Eva en Mirjam, ik hoop dat het een beetje gelukt is zo met de videoles, dat hoor ik wel. En we zien elkaar, ja, volgende week dus niet, hè, maar die week erna, 5 oktober, dan ben ik er weer. Oké, dag jongens.